Na 16 april, Dimi Botolai is de titel van een traditioneel Surinaams lied van Max Whisky Senior. Maar het is ook de titel van de jaarlijkse bijeenkomst van Fosting, een Surinaamse 50-plus vrouwenorganisatie in Nederland. Met bussen kwamen de bezoekers vorige week zaterdag aan uit Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en nog veel meer steden en dorpen in Nederland. De plaats waar ze naartoe gaan is de zaal van een sportvereniging in Eindhoven. Verslaggever Sam Jones maakte de volgende radio- en televisiespecial. Drukte op de bijeenkomst van Fosting. Brokko Uma heette je welkom en geven je bij binnenkomst een presentje. En daar treffen we ook Twi Choa, de vicevoorzitter. En voorzitter Christina Harveld. Het is een hele happening vandaag. We vieren vandaag Mi Botolai. En dat is meestal rond 16 april. Maar we zijn een keertje vroeger dit jaar. Maar dat zulk mooi weer is. Na 16 april. Mi Botolai. Nata Panahoni. 16 april, Dimi Botolai van Max Wojski Senior. Het lijkt wel het lijflied van de organisatie Fosting op deze jaarlijkse Mi Botolai bijeenkomst in Eindhoven. Ze hebben ook een boekje uitgegeven, Fosting Zingi, met traditionele Surinaamse volksliedjes. Maar Fosting, wat is dat eigenlijk voor organisatie? Voorzitter Harveld. Fosting is een 50-plus Surinaamse vrouwenorganisatie. We bestaan dit jaar 21 jaar, want vorig jaar hebben we ons lustrum gevierd. En eigenlijk is het heel mooi, want Eindhoven is een beetje de bakermat van Fosting. Want er waren een paar dames die hier in deze omgeving woonden, die tot de conclusie zijn gekomen dat het toch eigenlijk belangrijk is om iets voor de oudere Surinaamse mensen te doen. En met name de vrouwen. Vandaar dat we dus weer op onze thuishonk zijn, als het ware. De dames die in deze omgeving wonen zijn mensen als Lilian het mannetje Wolf en Fiene de Beun. En wie Fiene zegt, zegt natuurlijk zingen. Wat staat er eigenlijk op het programma van deze Mi Botolai? Christina Harveld. We gaan hopelijk de mensen een plezierige middag bezorgen met optredens en muziek. En misschien dat ze ook nog kunnen dansen, je weet het niet. Maar in ieder geval hun eventjes uit die winterslaap wakker schudden. Dana is hier, dus er kan gedanst worden op de muziek van... Ja, als Dana er is, dan wordt er altijd gedaan. Dana is onze huismuzikant, zeggen we. Onze huisband. Vandaar. Maar abotonolai nanga feesten, feesten wang. Want voordat er gegeten, gedanst en gefeest wordt, is er ruimte voor serieuze zaken. Yvonne Witter van het kenniscentrum Wonen Zorg houdt een inleiding over 100-jarigen. Met bijzondere verhalen van diverse personen die ze heeft geïnterviewd. Zoals de inmiddels 103-jarige S. Fashoen. En we leren ook met geweer omgaan. Stel je voor, je wordt aangevallen. Jij of ik. Nou, dan zeg je pang. En diezelfde tante S zit dus ook in een van de filmpjes die ik, Sam Jones, mag laten zien. Maar ook een film over de waardering van ons cultureel erfgoed. Hoe kijkt Fosting-voorzitter Harveld aan tegen de toekomst van Surinaamse 50-plus vrouwen in Nederland? Er veranderen zoveel wetten. Neem maar al die zorgwetten en dat soort dingen die de mensen treffen. Vooral als je ziek en oud wordt. En wij proberen informatie daarover te verzamelen en die informatie weer terug te brengen bij degene die het betreft. En dat is een van onze doelstellingen. En daarom hebben we Brokko Uma. Dat zijn werkbijen van ons. Die cursussen volgen, die trainingen volgen. En op die manier weer de kennis en informatie die ze hebben gekregen terugbrengen naar de groepen. Dit was een impressie van de Mi Botolai bijeenkomst van de Surinaamse 50-plus organisatie Fosting en een reportage van Sam Jones.